heden. Problemen, angsten, verleden. Breng me terug naar het heden. Nou. De drie E's en til me op. Heb je er wel heel veel spieren voor nodig over drie kerels? Maar goed. Radio Noord. Gaat over heel iets anders hebben. Zaterdag 29 augustus namelijk. Dat lijkt nog ver weg, maar we gaan er al wel vast op vooruitblikken. Want honderden muzikanten uit Noord-Nederland geven op die dag in Zuidbroek een benefietconcert voor de driejarige Jolan. Jolan woont in Noordbroek en is ernstig ziek. Een levensreddende behandeling is alleen in de Verenigde Staten te halen en kost daar 60.000 euro. In de studio Jetty Bruinsma en Annelies Nienhuis. Beide muzikanten neem ik aan, dames. Dat ja, klopt okay. Inderdaad. Wat een ontzettend goed idee en wat mooi dat jullie dit doen. Hoe kwamen jullie eigenlijk bij dit verhaal? Nou, het verhaal is bedacht door de buurman van Jolan. Gert-Jan Bruins is zelf actief bij DOS in Ulrum, een showband. En hij dacht van, goh, laten we eens proberen om muzikanten op de been te krijgen voor een benefietevenement. Ja, want Annelies, jij kent Gert-Jan dus weer. En toen is het balletje gaan rollen. Hoe ver is het balletje gaan rollen, Jetty? Ja, wij zijn. Gert-Jan die heeft onder andere Marum benaderd, waar wij lid van zijn. Ja. En wij doen samen voor Marum de PR. En toen hebben we gezegd van nou, we willen je daarbij wel ondersteunen. Dus zo kwam het dat we nou eigenlijk afgelopen vrijdag met elkaar om de tafel gezeten hebben, van alles verstuurd hebben en nu zitten we hier. Jullie Marum en Noordbroek, dat is toch weer ja, aan de andere kant van de stad eigenlijk. Dus op zich, de hele provincie houdt zich hiermee bezig, wat al prachtig is natuurlijk. Hoeveel mensen in totaal gaan er op 29 augustus op dit moment bekend althans optreden? Dat zijn op dit moment 8 groepen. En we zijn nog in afwachting van respons van een paar groepen. Maar in elk geval dus 8 groepen. Dus dat is rond de 250 personen op dit moment. Ja, fantastisch. Hey, nou is het natuurlijk eigenlijk een heel erg moeilijk en verdrietig verhaal. Hè? Zo'n doodziek jongetje dat naar Amerika moet voor een operatie. Met wat voor gevoel gaan jullie die avond inkleden? Is dat toch een beetje nou ja, in de sfeer van het onderwerp? Of zeggen jullie, nee, we moeten vooral een leuke avond bezorgen aan de bezoekers? Wat voor avond wordt het? Ja, hoe zullen we dat zeggen? We gaan gewoon proberen om zoveel mogelijk. Ja, we willen gewoon geld ophalen voor die jongen. Ja. Om te zien dat ze naar Amerika kunnen. Kijk, die behandeling die wordt wel vergoed door de verzekeraar. Alleen, ze moeten daar naarheen, ze moeten daar naartoe. Ze moeten daar overnachten, ze moeten daar verblijven. Ja. En dat wordt niet vergoed. En dat kost zo ontzettend veel geld. Dus die 60.000 euro is dus de behandeling. Die wordt vergoed door de verzekering, begrijp ik dat goed? De behandeling zelf wel, ja. Maar het verblijf en de reis en ook van de ouders niet. Nee, dus precies, er moeten 3 vliegtickets komen op zijn minst. Vier. Maar, je hebt nog een broertje. Nee, oké, maar goed, in ieder geval de ouders en het jongetje zelf en dan in dit geval dan de broer. Wat voor eindbedrag hebben jullie eigenlijk voor ogen? Want de behandeling wordt dus wel vergoed. Er zijn wel een paar duizend euro sowieso nodig, kan ik me voorstellen. Hebben jullie daar al over nagedacht? Nee, het is allemaal zo in een stroomversnelling gegaan. Het idee was nog vrij recent. Het is overweldigend hoeveel mensen meedoen. Dus we durven nog niet echt een voorspelling te doen over het aantal bezoekers of het bedrag. Ja. De Stichting Zorg voor Jolan heeft al 46.000 euro opgehaald. Dus die resterende 14, we gaan ons uiterste best doen om daar zo'n hoog mogelijk bedrag uit te halen. Ja. Dus we hopen dat zoveel mogelijk mensen die avond komen voor een mooi stuk muziek en show. En in het achterhoofd natuurlijk waar we daarvoor zijn. En dat is voor Jolan. Dit is via Gert-Jan gegaan van DOS, hè? Ja. Maar heb je dan contact gehad met de familie van Jolan zelf? Omdat jullie zelf ook je heel erg inzetten. Ik kan me voorstellen, je wilt ook een gevoel hebben bij wat je allemaal op poten zit. Nou. Contact direct met het gezin hebben we nog niet gehad. Omdat het de laatste dagen met Jolan niet zo heel goed gaat, helaas. Ja. Dus de contacten verlopen vooral via Gert-Jan. Maar omdat je er zo mee bezig bent, en dat zal denk ik voor jou ook gelden, Jetty, voel je je al verbonden met die mensen. Ja. Dus je hebt eigenlijk al een band zonder dat je ze daadwerkelijk hebt ontmoet. Ja. Hey, en nou hebben jullie dus dat concert op poten gezet. 250 muzikanten, misschien komen er nog meer. En hopelijk zoveel mogelijk bezoekers. Want hoe krijgen jullie nou geld binnen dan via dit concert? Er wordt entree gevraagd. Bij de hoofdingang van dat, €5. Oh, nou, dat is nog wat te doen toch? En de volledige €5 gaat meteen in het potje voor de stichting. Oké. Okay. En welk podium hebben jullie? Nou, we hebben niet per se een podium. We staan op het veld van ZNC in Zuidbroek. Mm-hmm. Want wij hebben gewoon een veld nodig, we hebben geen podium. Nee, het is te veel mensen, denk ik, voor een podium. Nou, iedereen loopt zijn show. En er zijn 8 verschillende verenigingen, waarvan 6 showkorpsen. Ja. En die hebben 5 of 6 showkorpsen. En die hebben een show ingestudeerd en die gaan ze lopen. Dus op basis van figuraties. Dus er staan geen 250 man tegelijkertijd op het veld. Maar iedere groep
los van elkaar. Ja, want hoe ga je dat in vredesnaam ook in goede baan leiden, 250 man tegelijk op blazen? Dat lijkt me ook inderdaad heel moeilijk. Nou, dat gaat aan het eind van de avond wel gebeuren. Oh, dat gaat toch gebeuren? Dat gaat aan het eind van de avond gebeuren. Dat is wel gebeuren, een spektakel uiteraard. Dus, Annelies. We doen het allemaal met elkaar. Het wordt inderdaad een heel spektakel, ja. Absoluut. Hey, en is er al een verkoop gestart van kaarten? Nee, verkoop kan gewoon bij het veld. Oké, dus mensen moeten er gewoon heen gaan. Er is ruimte genoeg. Ja. Er is plaats voor duizenden mensen. Dus kom gerust allemaal. Iedereen kan er altijd nog in. Ja, 29 augustus, dan moet het geld ook binnen zijn. Dan willen ze zo snel mogelijk, lijkt mij, naar Amerika voor die behandeling van Jolan. Wat voor ziekte heeft hij eigenlijk? Jolan heeft neuroblastoomkanker. Ja. Dat is een gezwel in zijn buik. Dat is ontdekt in oktober 2014, nadat hij zich een paar dagen niet goed voelde. En toen bleek al heel snel dat het een neuroblastoom was. Dat komt helaas veel voor bij kinderen. 25 gevallen per jaar in Nederland. En de eindbehandeling, of de laatste behandeling van deze ziekte, is alleen nog maar in Amerika. Er was sprake van dat het ook naar Nederland zou komen. Helaas is dat nog niet. Dus hij moet naar Amerika. Hij heeft hier 3 chemo's gehad. Maar hij moet echt naar Amerika voor immunotherapie, zoals dat heet. Ja, en die behandeling is dan heel erg succesvol, kun je dat zo zeggen? Dat hij vaak geneest, dat hij dan echt gewoon nog een leven voor zich heeft? Ja, de behandeling in Amerika zorgt ervoor dat de neuroblastoomcellen geremd worden. En ook een deel van de behandeling zorgt ervoor dat de kankercellen omgezet worden in gezonde cellen. Oh, oké. Okay. En dat verkleint heel erg de kans dat het terugkomt. Ja. Of dat het zich nog verder kan uitbreiden. Ja. Mooi vooruitzicht. Ook gelukkig dat jullie hier aan bijdragen. Hartstikke mooi voor jullie dames. Die kaarten kun je dus pas op de avond zelf bij het veld in Zuidbroek is het, hè? Op 29 augustus kopen. Maar is er al wel meer informatie van wat voor programma er is? Hoe laat het precies begint? Als er wijzigingen zijn, dat je die daar kunt vinden. Hebben jullie een website? Ja, er is een website. Dat is zorgvoorjolan.nl. En daarnaast hebben we een evenementenpagina aangemaakt op Facebook. Dus, en daar staat ook alle informatie op. Ja. Nou, er zijn ook diverse verenigingen die vermelden het zelf ook op hun websites en Facebookpagina's. Dus er is in principe genoeg te vinden over het evenement. Het begint om 7:00 op het hoofdveld van ZNZ. Dan kan iedereen nu al in de agenda zetten. Dus zeker in Zuidbroek en omgeving, maar ook uit Marum, al jullie aanhang natuurlijk ook. 29 augustus, hoe laat ook alweer, Jetty? 7:00 bij... ZNZ in Zuidbroek. In Zuidbroek, hartstikke mooi. Heel veel succes nog met de voorbereidingen. We komen graag kijken hoe het allemaal uitpakt en natuurlijk wat de opbrengst is. Dank jullie wel voor jullie komst aan de studio. Jetty Bruinsma en Annelies Nienhuis, mede-organisatoren van die benefietavond voor de zieke Jolan, die dus naar Amerika moet voor een eindbehandeling van zijn neuroblastoomkanker. Dat gaat vast goed aflopen. Dat voel ik. Strakjes Okkie Smit bij een wielrenner en sportverslaggever over ons lopend vuur. Okkie hangt nu nog op de bank. Okkie, je moet aan het werk. Schiet op. Hier is Cool at the Gig. Celebration.